crazy mother. Leuk om alvast even kort te hebben gehad over ons iPhone-gedrag in deze zaal. Ik moest meteen even denken aan de Russische internetcriticus Evgeny Morozov. En voor degenen die het niet weten, is eigenlijk de grootste criticasters van Silicon Valley. En is ook best wel invloedrijk. Schrijft veel essays eigenlijk over dit onderwerp. En hij zelf vertelt op een gegeven moment een keer in een stuk dat hij zelf ook heel erg te kampen heeft met zijn aandacht. En vooral voor schrijvers is het toch wel belangrijk dat je aandacht hebt. En hij heeft op een gegeven moment een kluis gekocht met een timer op. En daar deed hij zijn laptop in en zijn telefoon. En dan zette hij ook, dat was dan nog eigenlijk voor de app Freedom. En die zette hij gewoon op een bepaalde tijdstip. Want anders zei hij wel, anders weet ik altijd wel manieren om het op een zij te brengen. Hij was in die zin misschien wel heel erg verslaafd. En hij zei er ook weer bij van de ironie eigenlijk is dat Silicon Valley natuurlijk allerlei apparatuur, apps, apparaten creëert. Daarmee ook weer problemen creëert. En daar worden dan weer nieuwe apps voor bedacht om dat probleem op te lossen. Dus dat wordt ook, daar wordt ook veel geld mee verdiend eigenlijk. En hij vindt dat eigenlijk een problematische kant, dat het probleem dat gecreëerd wordt door een bepaalde omgeving ook weer tot een nieuwe afzetmarkt leidt. Toen ik dit verhaal bereid ik eigenlijk 2 weken eerder voor het studium generaal van de HKU, waarin ik het vooral als student eigenlijk ging vertellen. Het was weer gebaseerd op een eerdere sessie die ik met docenten had gehad, waarin ik tijdens de week van de docent eigenlijk dit onderwerp op tafel gooide. Mede eigenlijk vanwege een irritatie die ik had, al langer, dat we op een of andere manier maar een beetje doorworstelen, een beetje doormodderen als het gaat om deze problematiek die in het onderwijs, in ieder geval in het hoger beroepsonderwijs waar ik zit, toch wel heel erg belemmerend is voor veel docenten. Maar veel docenten overklagen iets of weten hoe ze dat als verhouding moeten aannemen met de komst eigenlijk van social media en alle devices, alle apparaten die uiteindelijk in de zaal terechtkomen. Dus die irritatie was voor mij begint het eigenlijk om hier over na te denken, ook mijn eigen gedrag. Ik zal ruiterlijk toegeven dat ik absoluut verslavende neigingen heb. Dat komt ook mede doordat ik nou eenmaal veel schrijf. En als je veel schrijft, dan is de afstand en de nabijheid van deze apparaten en de social media zo dichtbij dat het wel moeilijk is om daar een scheiding in aan te brengen. Als je op de computer zit, dan is het al snel de stap gemaakt om even afleiding te zoeken. Voor degene die dit beeld kennen, iemand toevallig weet van welke film dit komt? 2001 Space Odyssey. Ja. 2001 Space Odyssey, Stanley Kubrick. En ik wilde even heel kort een klein stukje laten zien van de tweede scène van de film. Dat was voor mij eigenlijk een soort van, ik ging die film opnieuw bekijken eigenlijk toen ik dat vakpraatje aan het voorbereiden was. Omdat ik destijds niet, toen de film uitkwam, stond ik het niet. Maar toen ik het ging zien, ook heel erg onder de indruk was eigenlijk van deze scène. Die zegt wat mij betreft wat over onze moderne technologische cultuur. Ik hoop dat het geluid dat doet. Oh nee, ik zie dat hier geen geluid. Dan moet het even van mijn laptop. Praten we even doorheen. Nou, we zien hier eigenlijk de ruimte. We gaan into space, de ruimte in. En wat Kubrick zo mooi doet in deze scène, wat mij betreft, is dat hij ten eerste op prachtige manier dat in beeld brengt eigenlijk. Hij laat eigenlijk een soort toekomstbeeld zien van de mensheid die aarde heeft verlaten en besloten heeft om zijn heil ergens anders te zoeken. Maar tegelijkertijd zet het op zo'n manier neer dat het bijna erotiseert. De muziek is trouwens aan de belonend blauwe Donau zet hij eronder, wat destijds eigenlijk helemaal niet zo'n bekende componist was. Een beetje de vergetenheid was geraakt, was ook een beetje kitscherig. Maar hij zet het op een soort ironische wijze onder, waardoor het eigenlijk een soort grote dans wordt. Ja. En je wordt eigenlijk al,
rooskleurig. Het wordt heel erg vertrouwd, het wordt warm eigenlijk. Wordt iets helemaal om niet bang voor te zijn. En, maar tegelijkertijd zit er ook een soort andere kant aan, wat mij betreft. En die zit ook heel erg verblindend. En zo heb ik de huidige laatste 15 jaar in onze technologische cultuur en de ontwikkelingen die daarin hebben plaatsgevonden ook een beetje ervaren. Dus dat is heel verleidelijk als het waar we allemaal met z'n allen in mee zijn gegaan, over, maar ook een beetje blind zijn geraakt voor alle neveneffecten die het met z'n mee heeft gebracht. En ook de relatie die het heel erg heeft met de commerciële bedrijfscultuur die heel erg bepaald is geworden voor de technologische cultuur. Kubrick in de film laat zien ook is dat er een commerciële partij tussen 68 en 2000 degene zijn die de technologische cultuur eigenlijk bepalen. En dat is ook wat in feite op dit moment is gekeurd. Hè. De commerciële cultuur is degene die bepaald is geworden voor het inrichten van de technologische cultuur. En dat is dan met name speelt zich natuurlijk af in Silicon Valley. En goed, we staan nu op het punt om die virtuele wereld, de virtual reality wereld, de Oculus Rift die aangekocht is door Mark Zuckerberg voor 1,9 miljoen euro, dat is in die trant. Die verwachten binnen 10 jaar dat dit de vervanger zal worden van de iPhone eigenlijk. Dus binnen 10 jaar zullen we allemaal gewend raken aan het feit, dit zijn alle journalisten in de zaal tijdens de presentatie. Die hadden niet verwacht dat ze dit op hun hoofd kregen. Maar deze foto is eigenlijk helemaal viral over het internet gegaan, omdat het voor sommige mensen toch een heel iconisch beeld was. Mark Zuckerberg als een soort emperor hier binnenkomt en iedereen laat verleiden in de virtuele wereld mee te gaan, maar tegelijkertijd zelf er niet in te zitten eigenlijk. En, dus ik dacht, laten we in een aantal hoofdstukken deze thematiek voorbij laten gaan en dan hoop ik dat ik dat allemaal ga halen. Eigenlijk om toevalslijns te gebruiken. Dat is aan mijn manken. Maar laten we beginnen met hoofdstuk 1. En dat begint ook weer bij de film. Want in de film zit een scène, korte scène, waarin Kubrick eigenlijk al de iPad uit heeft gevonden. Dit is 68. En we zien hier inderdaad op die tafels een soort van iPad liggen, een tablet in ieder geval, waarin je ook al voorziet eigenlijk. Op een gegeven moment gaan we een schermpje krijgen waar we allemaal zo geobsedeerd door raken, waar we eigenlijk up-to-date kunnen zijn van alles wat er gebeurt in die wereld om zijn. En waarin we ook tijdens het eten vol bezig zijn met dat schermpje. Nou, om even die stap te maken naar het heden. Dit kennen we denk ik allemaal wel van voor degenen die lesgeven eigenlijk. En vooral in collegezalen. Dat je ziet eigenlijk dat het gebruik van de computer, in dit geval de laptop, voor vele dingen dient, maar zeker niet altijd voor hetgeen waarvoor men samen is gekomen. Ook de politiek is in de ban van het schermpje. Er zijn heel wat leuke van dit soort foto's te vinden op het internet, waarin politici ook op een gegeven moment druk bezig zijn met tablets. Rutte is in die zin een uitzondering, want Rutte heeft pas sinds kort een iPhone. Die was voor zijn generatie al heel laat sowieso, maar die heeft hier dus nog een ouderwetse telefoon. Er zijn veel cijfers bekend. Hij had een Blackberry. Sorry? Hij had een Blackberry. Blackberry. Alle ministers hadden heel lang Blackberry. Ja. Dat is van overheidswegen. Ja, precies. Ja, de Blackberry was een tussenvorm. Dat was nog niet zo'n verleidelijk dingetje als die iPhone. Er zijn denk ik ook steeds meer cijfers bekend van de toename van smartphone gebruik, van de uren die wij op social media doorbrengen. Ik wil jullie daar niet heel erg lastig mee vallen. Ik denk dat het voor ons allemaal duidelijk is dat het exponentieel heeft toegenomen en dat het ook nog steeds toeneemt. Ik denk de laatste jaren beginnen er wel steeds meer geluiden te komen, ook vanuit het wetenschappelijk hoek, van dat die dingen toch wel heel verslavend zijn en dat er toch ook wel negatieve kanten aan zitten. Daar wil ik even in met hoofdstuk 2. En dat is, we zijn hopeloos verslaafd. Ik praat in deze wel vanuit mijn ervaring met een bepaalde generatie. En die generatie van mij vanaf 17, 18 tot met 24. Want dat zijn de studenten die ik lesgeef. Ik geef ook docentenles. En docenten geven mij wel weer wat informatie over hoe het zit met de generatie die nu op de middelbare school zit. Dus dat is dan ergens tussen 12 en 17, ongeveer 18. Dus dat is even goed om te zeggen. Dus, als ik verhaal met docenten praat van generatie boven 40, dan
is het toch net iets ander verhaal. Daar is het verslavingsniveau wat lager. Nou, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat zij nog een hele fase daarvoor hebben meegemaakt. En dat de generatie die nu les krijgt, eigenlijk bijna helemaal volledig is groot geworden in de digitale wereld. Ik krijg altijd vaak van heel veel mensen, ook heel veel docenten, die altijd aangeven: ja, maar dit is toch van alle tijden, we hebben altijd nieuwe uitvindingen. We zijn altijd bang voor de technologie en de technologie. Het is een kwestie van wennen en dan gaan we door. En we zien hier de opkomst van de krant en een vergelijkbaar beeld met de iPhone. En de krant, daar was men ook destijds bang voor dat de krant ons vermogen tot empathie en ons sociale vermogen zou in gevaar zou brengen eigenlijk. En natuurlijk, er zit wel ergens een vergelijking in. Er zit een soort continuïteit in dat verhaal. Maar dat wil niet wegnemen dat de manier waarop deze moderne, hedendaagse, nieuwe generatie technologieën zijn ontwikkeld zijn, echt een vorm van verslaving oproepen die het ook niet echt aan de krant komt toe. In ieder geval, ik ken niet veel mensen die echt met de krant, fietsend met de krant door de stad zijn gegaan. Dus er zit wel een soort van, daar zit wel een soort verschil in dat de agressiviteit en de mate van de manier waarop die dingen in staat zijn om ons aandacht te trekken, dat wel degelijk echt fundamenteel veranderd van alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden. En daar gaat het volgens mij, wat mij betreft, in ieder geval over dat deel waar het echt exponentieel toeneemt. Deze vraag die geef ik eigenlijk altijd aan mijn studenten mee. Begin ik vaak als met, ik heb nu besloten dat ik eigenlijk altijd het eerste begin van het nieuwe studiejaar eigenlijk eerst drie lessen aan deze thematiek behandel, omdat ik vind dat die zo belangrijk is. Dat we eerst daar een soort van overeenkomst in moeten vinden met elkaar, voordat ik überhaupt les kan gaan geven. En dan vraag ik eigenlijk altijd van, ja, wat is jouw relatie met je smartphone? Als je het als een relatie zou zien, zoals we ook relaties hebben met mensen of met dieren, dan kun je meteen vragen of dat een gezonde relatie is. En dan, dan is toch wel vaak dat veel studenten wel toegeven dat die relatie, als je het als een relatie zou zien, niet al te gezond is. Tegelijkertijd is het ook lastig voor veel mensen, omdat als een relationeel iets te zien. Het is vaak het idee van, je hebt een apparaat. En dat apparaat, dat is iets wat jij gebruikt, dat in dienst staat van jou als mens. En dat kan je altijd oprapen en weer neerleggen als je dat wil eigenlijk. Dat is niet iets wat jou ook even meer echt beïnvloedt. Of niet iets waar je een relatie mee hebt, in de zin van hier met mensen. Maar als je feitelijk moet kijken hoe we ermee omgaan, dan kun je niet anders zeggen dat het wel degelijk een soort relationeel aspect in zit, dat ik mijn telefoon toch veel meer zie dan mijn vriendin. Dus, en ik denk dat de meesten van ons dat wel kunnen zeggen. Over relaties gesproken, dit is een leuke film, een serie van Amerikaanse fotografen die heeft gevraagd aan mensen om niet hun device in de hand te hebben, maar wel te doen alsof ze die in hun hand hebben eigenlijk. Dus je denkt als je die foto ziet voor het eerst, denk je, ze zijn aan het telefoneren, maar als je feitelijk specifiek kijkt, dan zie je eigenlijk dat ze helemaal niks in hun handen hebben. Maar we zijn zo gewend aan dit beeld, dat we het eigenlijk wel invullen. We zien de telefoon al in die handen liggen. Zodra ik met mensen hierover heb, dan wordt er ook altijd gerefereerd naar die generatie die nog niet in het hoger beroepsonderwijs zit. Dus de generatie die nu op de middelbare school zit. En dan wordt er altijd gezegd, ja, volgens mij is daar al veel aan het veranderen. En zijn die al heel anders met die moderne technologie aan het omgaan dan die huidige studenten waar ik mee te maken heb. Ook daar was ik toch wel een beetje huiverig over of dat werkelijk zo was. Toen ben ik even de cijfers in gaan duiken en toen kwam ik een rapport tegen van het CBS op 20 november 2015. Waar wordt aangegeven 1 op de 6 jongeren, dus tussen 12 en 18, zegt dat ze verslaafd zijn. En het interessante vond ik eigenlijk vooral is dat bijna de helft aangeeft dat ze dat ook als problematisch ervaren. Dat ze ook wel degelijk ervaren dat er negatieve elementen zitten aan hun overmatig gebruik van social media en dus ook de telefoon of de laptop. Dingen die dan worden aangegeven zijn slechte concentratie, slaapgebrek en dan ook vooral school- en studieresultaten die daarbij erg tegenvallen. Maar ook de relatie tussen vrienden en familie. Wat ik ook af en toe hoor is juist van de jonge generatie die juist eigenlijk klaagt over hun ouders die veel te veel gebruik maken van de social media, apps, telefoons in het familiaire sfeer. Dus daar zit een interessante kanteling blijkbaar plaats. Het zijn natuurlijk niet alleen maar
smartphones. Het is ook wat mij betreft gaming. Dit was toevallig stond gisteren in de Volkskrant. Nieuw onderzoek, meerjarig onderzoek dat gedaan is ook naar internet, naar gameverslaving, eigenlijk onder diezelfde doelgroep. En één quoteje wat ik daar even uit wil pikken, wat ik wel interessant vond, is: kinderen met concentratieproblemen kunnen zich over het algemeen wel goed concentreren als het om games gaat. Dat zegt een van de onderzoekers. Wij vermoeden dat sommige kinderen dit als een soort zelfmedicatie gebruiken. Tijdens een game wordt ze niet voortdurend heen en weer geslingerd tussen allerlei impulsen. Nou, vond ik een interessante bevinding. Dat game wordt dan weer eigenlijk gebruikt voor iets wat ook in relatie staat tot technologie. En dat is het probleem tot concentratie. Nou, ik wil hier zo meteen even op terugkomen. Ik denk dat dat ook heel te maken heeft met de manier waarop games worden ontwikkeld eigenlijk. En hoe effectief ze erin zijn eigenlijk om ons in een bepaalde zone te krijgen die voor heel veel mensen ook fijn wordt ervaren. Maar goed, de vraag die ik denk sommigen van ons wel eens stellen is van, ja, wie is nou eigenlijk hier de meester en wie is nou slaaf in dit geval als het gaat om het gebruik van die moderne technologieën. En voor sommige mensen wordt het wel degelijk ook ervaren als iets wat echt ook van invloed, wat soms ook de macht over jou neemt. Wat jouw leven zo bepaalt dat je niet meer de regie hebt over het gebruik daarvan. Ik wilde een heel kort fragmentje laten zien van Nieuwsuur. Dat was vorig jaar een item over multitasken, wat natuurlijk heel erg in verband staat ook met deze thematiek. En daar werd eigenlijk door de Wilco Rosenthal was degene die de reportage maakte. En hij vroeg eigenlijk aan een van de wetenschappers die in de uitzending aan het woord kwamen van: ja, ik denk dat ik eigenlijk best wel goed in multitasken ben. En dit was het antwoord. Kan multitasken. Heel goed zelfs. Nee, dat kan je niet. Dat is pure zelfbeoefening of je bent voorverslaafd. We doen het de hele dag door, omdat we denken dat het zo lekker efficiënt is. We WhatsAppen terwijl we een mail tikken, hebben 10 tabbladen tegelijk openstaan en voeren soms wel 3 gesprekken tegelijk. Vooral tablet en telefoon maken het allemaal mogelijk, maar het is ook ronduit verslavend. Als je multitask, dan ga je voortdurend heen en weer tussen min of meer afgewerkte, niet afgewerkte taartjes. En het is dat wisselen dat ongelooflijk veel kost. Als je, zeg maar, 3 minuten aan A werkt en 3 minuten aan B, als je van A naar B voortdurend switcht, heb je meer dan die 6 minuten nodig. Het kost meer energie. Je vergeet meer, je bent minder creatief. Het is volslagen contraproductief. We spreken met hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner en met de Vlaamse neuropsie. Dopamine. Ja. Communiceren via Twitter, Facebook en WhatsApp doen we vaak terwijl we eigenlijk bezig zijn met iets anders. De pleziercentra in je hoofd worden gestimuleerd door een bepaald spul waarin dopamine. Dopamine is een product dat gelijkt op amfetamine. Dat geeft je een kleine kick. Zoals geslachtsgemeenschap, seks hebben met elkaar, iets wat lekker smaakt. Dat zijn de pleziercentra in je hoofd. Diezelfde dopamine worden langzamerhand steeds meer en steeds ongeremder geproduceerd bij het gebruik van social media. Je voelt je een beetje verveeld op het werk, een beetje depressief, niet veel energie. Eventjes op het internet. Eventjes gaan Facebooken en je krijgt al die shotjes dopamine, ja, en dan ga je weer. Ja, ik vond vooral dat laatste beeld wat hij schetst, dat handje wat hij er ook bij doet. Dat was voor mij het eerste moment dat ik echt dacht van nu snap ik waar wat eigenlijk precies dat verlangen is wat ik steeds heb, wat ik ook wel erg ken. Dat ongemakkelijke gevoel, dat gevoel van onrust, wat je ervaart als je bezig bent met iets van een taak die veel energie over kost, die concentratie vraagt. En die kleine verlossing die dat heel kort geeft als je even van die taak afdwaalt. Als je even die check doet op Facebook of wat het ook allemaal mogen zijn.
En dat wel degelijk dus echt zoiets is als ook een fysieke verslaving. Het is niet alleen maar een soort geestelijke verslaving. Het is een fysiek, er zit een soort fysiek gevoel bij dat die ervaring die je hebt. Ik heb een tijdje geleden met een student hadden we bedacht, we gaan een dagje offline. Dus de student kreeg de mogelijkheid om een telefoon in te leveren. En een dag van alles te gaan doen zonder dat ding. En er waren echt een deel van de studenten die daar echt ontzettend veel moeite mee had. En ook echt daar gewoon boos over werd. Die bijna tot kwaad aan toe een soort gevoel had om heen te zijn. Een soort deel van hun identiteit zoals was afgepakt. Het was toch wel interessant om mee te maken in dit geval. Een deel daarvan was overigens trouwens erg geïnteresseerd in het experiment. Ik vond het juist heel leuk om los te komen van dat ding. Dus daar zitten ook wel verschillen in. Er zijn heel veel onderzoeken die hierover worden gedaan. Dit is even heel kort één voorbeeldje. Dit gaat dan over van het experiment wat we gedaan hebben waarin men in een collegezaal. De ene helft heeft laten multitasken. En de andere helft ouderwets met een notenblokje weer aantekeningen heeft laten maken. En die raad waarschijnlijk al wel wat de uitkomst was. Degene die ouderwets een notenblokje gebruikte, waarin staat om veel meer te onthouden over wat er gezegd was in dat college. En waar ik dus ook beter in staat om die informatie te reproduceren. Een ander aspect wat erbij zit, wat ik zelf uit mijn onderwijs heel erg meemaak, is dat studenten met de komst van de laptop heel erg zijn gaan notuleren. Je zou het kunnen noemen zo'n transcriptiezombies worden ze ervan. Waarin ik heel erg verbaasd was over het feit dat studenten letterlijk alles wat ik zei, als een notulist eigenlijk op een laptop intoetsten. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar er zit een fundamenteel verschil in wat mij betreft tussen aantekeningen nemen, maken en letterlijk dingen overtikken. Bij het aantekeningen maken is er een proces van verwerking van de stof al tegelijk op het moment dat het naar binnen komt. En dan maak je een keuze wat je relevant genoeg vindt om op te schrijven en wat niet. Dus de details worden weggelaten, de kern wordt geprobeerd met op te schrijven of eventuele ideeën die erbij opkomen. Bij het letterlijk overnemen van alles wat er gezegd wordt, is er ook een heel andere vorm van concentratie. Is niet meer zo'n concentratie, is ook niet meer goed luisteren, maar is gewoon proberen alles op te schrijven wat er gezegd wordt, om dan later te kijken wat werd er nou eigenlijk precies op die middag gezegd. Dat is een vraag. Ik vraag me af wat het verschil is tussen letterlijk op je laptop zetten of letterlijk alles opschrijven. Want in mijn college tijd letterlijk precies op het woord. Ja. Ja. Nou, ik denk goed dat. Ik kan me goed voorstellen, als jij een snelle schrijfster bent, dan ben je misschien in staat om dat te doen. De meeste van ons zijn niet zo snel in het schrijven, dus je wordt eigenlijk gedwongen door de techniek van de pen of het potlood om een keuze te maken in wat schrijven komt en wat niet. In ieder geval zoals ik het geleerd heb, en ik denk dat ook werkelijk goede aantekeningen maken, is dat je een keuze maakt op het moment dat je iets hoort, wat je opschrijft, en daar echt een selectie in maakt al. Dus het selectieproces vindt al plaats op het moment dat je dat verhaal te horen krijgt, dan dat je dat alles overschrijft eigenlijk. En de computer maakt het mogelijk omdat in ieder geval misschien voor een grotere groep, omdat je nou eenmaal veel sneller op een laptop kan tikken. En veel studenten kunnen dat ook heel snel. Waardoor het ook verleidelijk wordt om alles integraal over te laten. Dus wat ik denk dat is het ouderwetse potlood. Ik wil niet een soort nu nostalgicus klinken die zegt we gaan allemaal weer terug naar het klapblok. Maar het grote voordeel van die techniek was wel dat je daar echt een keuze moest maken in wat ga ik noteren en wat niet. Omdat je nou eenmaal de meeste van ons in ieder geval niet zo snel kunnen schrijven als een notulist. Wat brengt mij in ieder geval bij, denk ik ook het thema van deze avond, is dat ja, voor mij toch dat aandacht niet alleen een individueel probleem is. We benaderen vaak een individueel probleem van een student. Nee, het is voor mij ook een cultureel probleem. Als socioloog ben ik ook altijd geneigd om te kijken van ja. Hoe is dat relationele verband tussen mensen en hoe kan het zijn dat op grote schaal mensen met bepaalde problemenkampen, met bepaalde blokkadekampen, dat kan niet zijn dat dat alleen maar te maken heeft met die individu, maar dat het te maken heeft met de cultuur waarin we bepaalde structurele problemen hebben. En de vraag is natuurlijk, wat is het probleem van minder concentratie? Echt heel weinig concentratie, dat neemt ook met zich mee dat je heel weinig zelfregulering hebt. Als je niet in staat bent om zelf de keuze te maken om je ergens op te concentreren, maar er eigenlijk slachtoffer wordt van alles wat omheen jouw aandacht steeds vraagt. En we zijn nu in een wereld terechtgekomen waarin op allerlei vlakken allerlei grote kapitaalkrachtige partijen zijn die heel goed zijn om onze aandacht te pakken eigenlijk.
En als je niet meer zelf die keuze kan maken, of steeds moeilijker, dan word je dus heel erg gestuurd door die krachten buiten. Dus er is wel zo denk ik belang van een bepaalde vorm van, een bepaalde mate in ieder geval van concentratie. Wat niet wil zeggen dat we nu allemaal monniken moeten zijn, want dat zijn we nooit geweest, denk ik. Maar het vermogen om te concentreren op die dingen die niet meteen alleen leuk of lekker voelen of lekker overkomen. Hè, waar heel veel dingen die wij op de digitale wereld tot ons krijgen, die zijn zo ontworpen dat ze eigenlijk lekker hapjes zijn, dat we heel goed kunnen consumeren en wat snel te consumeren, zodat ook heel snel een bepaalde beloning geeft. En je zou dus wat mij betreft ook aandacht kunnen zien, en ik denk dat dat in de relatie tot onderwijs heel belangrijk is, dat je aandacht ziet als een soort gemeenschappelijke hulpbron. Want we hebben zoiets als water en lucht, maar we hebben ook iets als aandacht wat we als samenleving nodig hebben om ook tot bepaalde inzichten, innovatie, wat dan ook te komen. En dat is iets gemeenschappelijks ook. Het is niet iets wat we alleen maar individueel bezitten. We moeten ook in een cultuur opgroeien waarin we worden de mogelijkheid krijgen om die aandacht ook te trainen. Dus je zou het ook als een soort recht kunnen zien. Een recht om niet altijd aangesproken te worden. Niet altijd overal aangesproken te worden door allerlei partijen die jouw aandacht, die voor jou, voor hun jouw aandacht interessant is en iets is waar ook op verdiend kan worden. Want je wil al, volgens mij willen we niet in deze WALL-E een soort van realiteit terechtkomen. Waarin dat lichaam, want dat is volgens mij ook een aspect wat heel belangrijk is in deze thematiek. Ik ben toevallig nu net bezig met een stuk voor de Volkskrant, waarin ik het vooral heb eigenlijk op die relatie tussen technologie en onze lichamelijkheid. En dat veel technologie nu heel erg cognitief en visueel georiënteerd is. En we gebruiken niet veel meer dan onze vingertoppen en onze ogen. En dat, de rest van het lichaam is eigenlijk irrelevant geworden. En dat leidt volgens mij ook tot allerlei problemen. Dat, wat ik vooral zie ook bij mijn generatie die op onder is, dat er steeds moeizamer een soort relatie is met de lichamelijkheid. Waarin allerlei pijntjes, maar ook hypochondrische soort van neigingen, slaapproblemen natuurlijk ook een element zijn. Dat nog weer duidt eigenlijk op een soort problematische verhouding tot het lichaam. Die in de virtuele wereld bij het altijd wordt verlaten. Als ik het gevoel heb van, ik ben even mijn lichaam vergeten als ik virtueel ga, dan is vaak het lichaam iets wat, waar je dan steeds weer terugvalt. En ik moest op een gegeven moment heel erg denken aan die openingsscène van Mr. Bean. Ik ken jullie denk ik allemaal wel, waarin Mr. Bean eigenlijk op de aarde valt. Ik wil er even kijken. Ik denk dat goed. Waarin eigenlijk, en dat is volgens mij ook een beeld wat ik heel erg vaak op straat zie en waar ik zelf ook wel eens in zonder, is dat je met je telefoon over straat loopt en opeens ergens tegenaan loopt of ziet dat je helemaal niet hebt opgelet. En dus elke keer uit die virtuele wereld valt in die fysieke wereld. En eigenlijk heel erg bezig spreekt om je heen kijkt van waar moet ik nu ook weer heen, hoe ging ik ook weer om met de wereld om mij, de fysieke wereld om mij. En dat straatbeeld zie je vaak om je heen. En dat leidt natuurlijk tot allerlei lachwekkende taferelen. Sorry, leid dat af. Ja. Dat is het eerste ding hier. Maar goed, dus ik stel het natuurlijk een beetje grotesk. En dat is mijn bedoeling ook, om het te problematiseren. Dus neem me daar niet kwalijk voor. Hoofdstuk 3. Autisme als ontwerpingsziekte. Ook in de film van Stanley Kubrick zit er op een gegeven moment een machine, de HAL 300. En de machine is een soort kunstmatige intelligentie eigenlijk. Kubrick was in die zin echt ver voor zijn tijd. En die computer, daar heeft hij iets heel interessants mee gedaan, want hij heeft die computer eigenlijk een heel erg menselijke stem gegeven. De computer, in die hele film zie je allemaal karakters die allemaal bijna onmenselijk zijn geworden. Alle mensen in de film praten heel monotoon, kijken weinig emotie in het gezicht. Maar de enige die een beetje gevoel heeft, die een soort van menselijkheid met zich meebrengt, die rode, warme kleur ook, dat is de HAL 300. Dat is de machine. Mensen spreekt het wel uit als hel. Hel, ja. Dank u wel. Subtiel verschil. Hel. Zeker een subtiel verschil, inderdaad. Maar wat interessant is dat Kubrick hier doet, is dat hij eigenlijk omdraait. Hij doet daar iets met heel veel science fiction film. Futuristen eigenlijk later ook gingen doen, is die technologie eigenlijk een soort menselijke kant geven en mensen eigenlijk steeds meer een soort als machines te portretteren. En volgens mij zit er wel een beetje in de manier waarop
huidige technologieën zijn ontwikkeld eigenlijk, is dat het wel in een bepaalde zin een bepaalde vormen van autisme bij ons oproept, waar je moet afvragen of je daar blij van wordt. Er is een ontwerper in Silicon Valley, die heet B.G. Frog, een hele invloedrijke ontwerper, die heeft een filosofie dat heet Captology. Captology is een soort samenkomst tussen captivating en technology, dus dat is eigenlijk technologie die jou heel erg pakt, die jou eigenlijk jouw aandacht echt kan vasthouden. En dat is natuurlijk iets wat heel interessant is voor mensen die apps ontwikkelen, waar je een enorme strijd ontwikkeld is tussen wie kan jouw aandacht het beste vasthouden. En die inzichten die hij heeft ontwikkeld, er zijn allerlei kampen die hij organiseert in Silicon Valley, waarin hij allerlei ontwerpers probeert bekend te maken met allerlei inzichten uit de gedragswetenschappen. Eigenlijk die al in de jaren 60 zijn ontwikkeld. Onder andere psychologen als Skinner over ons menselijk gedrag eigenlijk. En hoe je ook kan conditioneren en hoe je bepaalde stimulus-respons er is een boek wat geschreven is een tijdje geleden door een antropoloog in Silicon Valley. Heet Addiction by Design. En wat zij beschrijft eigenlijk is de manier, de strategie die Las Vegas de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld met hun slotmachines. Dat begon ooit met nog de ouderwetse tapijten waarin je het ouderwetse gokspel speelde. Langzamerhand kwamen machines in de picture en die machines zijn er in steeds betere mate is geslaagd eigenlijk om mensen vast te houden. Eigenlijk. Om mensen feitelijk verslaafd te krijgen. En dat is ook gebaseerd op allerlei inzichten uit die gedragspsychologie. Wat je dus ziet, wat zij beschrijft in het boek, het is een fascinerend boek. Het is ook echt een schrijnend boek. Je ziet echt mensen die echt heel diep verslaafd zijn aan gokken. Die 40% van de mensen die verslaafd zijn in Las Vegas zijn ook woonachtig in Las Vegas. En zijn medewerkers van Las Vegas. Dus overdag werken ze in de horeca en s'avonds gokken ze het geld er weer uit. Dus het is een soort van vicieuze cirkel geworden. Goed, dat zijn natuurlijk heel absurde verhalen, maar ik denk dat, en dat wil ik een beetje laten zien, en er zijn ook steeds mensen die dat laten zien, is dat die manier van apparatuur inrichten, of ontwerpen van apparaten, ook echt door Silicon Valley als model is genomen. Silicon Valley heeft zich laten inspireren door wat in Las Vegas al eigenlijk 30 jaar werd gewezen. En ik wil daar nu niet al te lang op ingaan, maar wat je dus heel erg ziet, wat zij heel beschrijven bij mensen die dus verslaafd zijn aan die machines, is dat zij in een soort zone terechtkomen, waarin zij het gevoel hebben een soort van samen te voelen, te vallen met hun bedoelingen en de reacties die de machine geeft eigenlijk. En dus ook een volledig soort van lijfsvergetelheid ervaren. Dus het lichaam is er niet meer. Alle frustratie die het lichaam oplevert, die wordt vergeten, omdat men het gevoel heeft eigenlijk bijna één te worden met die machine. En het geeft dus een illusie van magische controle natuurlijk. Een illusie waarin je doet iets en er gebeurt iets en dat is ook te overzien eigenlijk, dat is ook begrijpelijk. Als je luistert naar de verhalen van mensen die verslaafd raken, dan zie je ook dat daar een achtergrond in zit. Dat mensen vaak ook vanuit een bepaalde reden beginnen met gokken. En op een gegeven moment ook het gevoel hebben dat ze heel veel problemen kunnen vergeten door dat gokken. En goed, ik denk dat geldt voor alle vormen van verslaving. Dus in die zin niet heel veel anders dan een verslaving die je zou hebben aan heroïne of cocaïne. Maar wat belangrijk is, denk ik, is vooral die economische strijd die heel erg in Silicon Valley moet op dit moment om die aandacht te pakken in die aandachtseconomie. En al die duizend apps die op een of andere manier alleen succesvol zijn als ze die aandacht weten te pakken. Dus daar wordt ook wel heel veel aandacht aan gegeven, letterlijk aandacht aan gegeven. En er zijn heel veel belangen bij gemoeid om dat voor elkaar te krijgen. Iemand die op dit moment heel erg veel aandacht heeft en succes heeft met een boek is meneer Eyal, ik denk dat ik het zo uitspreek. En dat is een leerling van B.G. Frog, een man die ik net liet zien van de Captology filosofie. En die heeft een veel toegankelijk boek geschreven, waardoor hij ook veel meer mensen heeft bereikt. Dat heet Hooked. En dat boek zegt het ook hier letterlijk, hoe je mensen verslaafd maakt een product. Het interessante is dat er dan verslaafd wordt tussen haakjes gezet, waardoor je de suggestie wordt gewekt dat het niet echte verslaving is, dat het een soort van leuke verslaving is, of een onschuldige verslaving is. Maar je kunt je afvragen of dat nou het geval is. Of dat misschien toch wel ook voor heel veel mensen erg belemmerend is. Tegelijkertijd ook dingen die ze met social media en telefoons kunnen doen, ook heel erg veel geven. Maar daarin zie je een aantal dingen terugkomen. Mensen komen ook in een soort habit zone. Het wordt onderdeel van je standaard gedrag.
En je wordt ook gewend, je raakt er gewend aan dat je die dagelijkse shotjes, die zoveel hoeveelheid shotjes eigenlijk per dag tot je neemt. En dat maakt heel erg gebruik van die stimulus response cyclies eigenlijk die wij gewoon als mensen hebben. En daar wordt eigenlijk op ingetapt. Interessant vond ik daar ook in dat iets werd gezegd over rationalisatie. Dat mensen toch ergens het idee hebben van als ze iets heel veel doen en heel lang doen, dat het ook zinvol is. Dus ook heel veel op dat ding zitten, dat soms wordt ervaren, ja, ik heb toch wel iets gedaan. Het gevoel is, ik ben bezig geweest met iets. Als je dan feitelijk vraagt, waar ben je mee bezig geweest, dan... En mensen moeten dat echt nagaan, dan weten mensen ook vaak niet meer wat ze nou precies gedaan hebben. Want het is vaak ook een heel erg onbewust gedrag. Goed, waar het op neerkomt is denk ik dat er echt ontworpen wordt op compulsief gedrag. En dat wil niet zeggen dat mensen in zekere zin nu slechte mensen zijn of zo, of immoreel. Maar ze hebben eenmaal, zitten in een systeem, een soort logica, waarin ze dan eenmaal echt bijna gewoon gedwongen worden. Of heel erg verleid worden om die strategieën te gaan hanteren, omdat er eenmaal heel veel belangen bij gemoeid zijn. En als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk, dan is het een eindoefening, zeg ik wel, en dan moet je iets anders gaan doen. Die strijd is heel erg agressief. Maar hier nog even een klein plaatje van de Skinnerbox, waar heel veel van deze inzichten eigenlijk op gebaseerd zijn. Waarin in de jaren 60 allerlei experimenten werden gedaan met duiven, waarin je eigenlijk allerlei beloningen geeft aan duiven. En zijn bepaalde keuzes moeten maken, maar je zag dat je heel duidelijk een bepaald gedrag kan laten insluiten. De vraag is natuurlijk van, hoe gaan we hiermee om? Wat doen we hiermee? Ik denk, we zijn al bekend met verslavingen als tabakverslaving. We weten van de tabakindustrie dat er allerlei stoffen in tabak zijn gestopt die ook echt werkelijk verslaving oproepen. Dat wordt nog steeds tot de dag van vandaag ontkend door de sigarettenbusiness natuurlijk. Maar iedereen weet het ondersoek dat daar wel degelijk dat soort praktijken hebben plaatsgevonden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook met iets recenter met allerlei discussies rondom voedsel, met suiker, zout, al dat soort aspecten die bepaalde verslavende effecten ook hebben. Ook daar zou je kunnen zeggen dat daar nu een soort publieke discussie ontstaat van zijn er mogelijkheden om dat te reguleren. Het interessante is dat als het gaat om zoiets als aandacht, dat we daar toch op een of andere manier niet op die manier over praten. Alsof het een soort van, dat is iets wat niet lijfelijk is, dat is niet een soort substantie die je binnenkrijgt. Dus dat kunnen we niet beschouwen als verslaving. Dat heeft ook iets te maken met gewoon de manier, cultureel gezien, hoe wij kijken naar verslaving. Terwijl, er zijn eigenlijk alle elementen zijn aanwezig om het als een verslaving te beschouwen. Dus dan is de vraag van, wat hebben we nodig om daar op die manier misschien ook naar te kijken? En zijn er dingen, kunnen we dingen reguleren of is dat naïef? En moeten we het over een andere boeg gooien. Wat is de definitie van verslaving? Ja. Ik denk dat, laten we zeggen, de definitie die ik nu even hanteer is dat je verslaafd bent als je één, niet meer volledige controle hebt over hetgeen waar je het voor gebruikt. Dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk tegen je zin in toch een bepaalde mate van sturing voelt vanuit de activiteit die je doet en dat het jouw leven op dermate manier belemmert dat je er zelf ook echt mee worstelt. Goed, er zijn bijvoorbeeld dat onderzoek over gaming, daar is ook gewoon de DSM gehanteerd, het standaardboek eigenlijk van psychologie over waar alle daar kun je natuurlijk heel discussie over hebben van wat staat er aan in en waar wordt het allemaal op mede door bepaald. Maar daar zijn wel alle elementen van verslaving ook eigenlijk langsgelopen en die kwamen ook allemaal weer min of meer mate terug binnen gameverslaving. Ik denk gewoon als het de kwaliteit van leven zo beheerst, dat je dan een vorm van verslaving hebt. En dat is voor iedereen natuurlijk individueel de zaak om dat zelf te bepalen wanneer het echt iemands leven belemmert. Maar het feit dat we er zoveel over praten en dat het overal aanwezig is en dat er veel mensen en jonge generatie ook aangeven. Ik vind dat ik toch wel een soort vorm van verslaving heb gegeven aan dat zij toch een niet hele gezonde relatie ervaren met hun telefoons of laptops. Voordat ik even mogelijke routes die we zouden kunnen opslaan als het gaat om onderwijs wil belichten, wilde ik nog even kort één hoofdstukje behandelen. En dat heet de ideologie van Mickey Mouse Club. Dat gaat wat mij betreft even iets meer over nog hoe we naar technologie in het algemeen kijken. En daar zit volgens mij ook mogelijkerwijs een andere route in en heeft heel veel effect op de manier waarop we nu de technologie eigenlijk
wordt vormgegeven. En dat doe ik even aan de hand van Mickey Mouse. Mickey Mouse heeft in de jaren, we kennen allemaal de oude Mickey Mouse die nog getekend werd. En in Mickey Mouse zag je eigenlijk altijd, ik zet het alvast aan, zag je dat Mickey Mouse altijd met zijn vriendjes een enorme worsteling had met technologie. Er waren, en dat was natuurlijk de grap van Mickey Mouse vaak. Die zag allerlei voorwerpen, van zagen tot piano's, maar ook deze wat meer moderne technologie. Waarin altijd de grap was dat die technologie nooit precies deed wat je wilde dat het deed. En het, je kan dus, je zou kunnen zien dat het een soort vervelend zusje is, waar je een soort van, ja, je hebt er een relatie mee, en je houdt wel van je zusje, maar tegelijkertijd kun je soms ook helemaal gek worden van dat zusje. En dat was een soort van manier waarop eigenlijk voor jonge kinderen al eigenlijk een visie op technologie werd gegeven, die impliciet zat in de Mickey Mouse films. Die fundamenteel iets anders is dan de manier waarop Mickey Mouse op dit moment wordt vormgegeven. En dat heet tegenwoordig de Mickey Mouse Club. En de Mickey Mouse Club, dat is natuurlijk, ja, het is een meer digitalere, computer geanimeerde versie van Mickey Mouse. Maar het interessante is dat daar eigenlijk een heel andere manier van, namelijk technologie, eigenlijk impliciet in terugkomt. En dat zou je kunnen zien als een soort van technologie die wordt gezien als een soort van, ja, grote mama die eigenlijk alles voor je regelt. Als een soort vriendje wat je bij hebt, een soort iets wat ook heel erg gericht is op comfort, waarin ook eigenlijk alles vlekkeloos gaat. Alles werkt gewoon. Alles is iets wat. En technologie is all around, maar is altijd in dienst van de mens. En volgens mij zit daar een soort idee in van technologie, wat ik ook heel erg terugzie eigenlijk in de manier waarop Silicon Valley ook naar technologie kijkt, met een vrij utopische blik. Waarin die technologie eigenlijk vooral wordt ontworpen vanuit het idee dat het comfort moet opleveren, dat het ons leven makkelijker moet maken, efficiënter ook. Terwijl ik denk dat we allemaal wel weten dat het leven makkelijker maken niet altijd per definitie ook werkelijk iets is wat we willen. Ik heb een essay, een tijdje geleden had ik het woord zenuwvriendelijk bedacht. Dat komt eigenlijk voort uit de term frictieloosheid die in Silicon Valley ook heel erg populair is. En je wil eigenlijk alle frictie tussen jou en het apparaat wat je gebruikt, probeer je weg te maken. En daar gaat dus het idee uit van dat alles wat op een manier irriteert of op je zenuwen werkt, dat uit de technologie moet worden gehaald, want dat betekent dat de technologie niet wordt omarmd door de consument en dat je dus niet daarop zou kunnen verdienen. Dus wordt er technologie ontwikkeld die zo makkelijk en zo simpel mogelijk werkt. En er zitten twee kanten in op mij, want aan de ene kant is het heel aantrekkelijk natuurlijk om allerlei apparaten te hebben die meteen doen wat jij wilt, maar tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat eigenlijk alle betrokkenheid waar je het voor gebruikt ook langzaam afneemt. Ik heb dat zelf heel erg ervaren toen ik als DJ nog actief was. Toen begon ik als 16-jarige jongen met draaitafels te werken. Dus de ouderwetse draaitafel waar je met de vinyl erop legt. Dat was een techniek die van je vroeg dat je echt, dat duurde ongeveer een jaar voordat je onder de knie had hoe je moest mixen eigenlijk. Hoe je bepaalde beats gelijk legde. En dan moest je met heel subtiel met je handen moest je die platen bijsturen. En met de pitch die ernaast moest je de snelheid afstemmen. Zodat die beats de gelijke snelheid hadden. Zodat je die muziek in elkaar kon overmixen. Op een gegeven moment kwam die digitalisering van de muziek en langzamerhand gingen die draaitafels op mijn deur uit, ging ik over op cd's en langzaam op de laptop. En dan was er nog een klein USB-stickje waar 100.000 muziekplaten op konden en die kon ik ergens inpluggen. En dan kon ik precies met de laptop de beats al gelijk leggen, zodat ik dat niet meer hoefde te doen. En dan hoefde ik eigenlijk alleen maar op één knop te drukken en dan had ik de mix gelijk, een paar schuiven open en dat was het. Het effect was voor mij dat ik eigenlijk alle plezier in het draaien verloor. Dat ik heel consumptief ook met de muziek omging. Het was voor mij anders dan van ja, deze plaat niet interessant. Van tevoren moest ik er altijd over nadenken van welke platen neem ik mee. Want het zijn hele zware dingen. Je gaat niet met duizenden platen naar een club. Dus je moest van tevoren een keuze maken van. Je moest al nadenken, ik ga die club draaien. Dat zijn zulke soort mensen, denk ik. Misschien gaat dit werken of niet. Dus ik was eigenlijk wel heel erg in verbeelding bezig met de avond. En ook met je publiek erbuiten. Maar dat verloor ik eigenlijk heel erg lang. Merkte ik dat ik aan het verliezen was, terwijl ik alles makkelijker had gemaakt en niet meer hoefde te sjouwen met allerlei platen, maar een klein dingetje in mijn broekzak had die ik soms ook verloor, waardoor ik twee had, dat is dan weer een probleem. Maar ik merkte dat ik eigenlijk alle betrokkenheid tot de muziek die ik had daarvoor aan het afnemen was. En dat was voor mij ook een realisatie van, oh ja, dus de technologie die altijd alles makkelijk maakt, heeft ook het neveneffect dat het uiteindelijk misschien hetgeen waar je het voor gebruikt ook degradeert tot iets wat gewoon, ja, simpel is, wat niet meer vraagt van jou dat je de energie en tijd in stopt.
Dus die ontworpen dingen die je maakt, die kunnen dus gebruiksvriendelijk zijn, maar ze kunnen toch op de zenduur werken. Dus ze zijn wel makkelijk en de telefoon is wel fijn, maar het werkt tegelijkertijd op de zenuw, ook als het niet in mijn buurt is. Omdat ik er dan verlangens naar heb. Dus als ik die telefoon niet in mijn omgeving heb en ik mis hem, dan werkt hij ook op de zenuw, omdat ik dus onrustig word van het feit dat mijn telefoon uit is of dat mijn batterij op is of iets dergelijks. Dus mijn hypothese was op een gegeven moment wat gewonnen wordt aan zachtheid, dus wat makkelijker is, comfort en gemak en fluistering en dergelijke, dat verlies je elders iets. Wat niet wil zeggen dat in sommige mate natuurlijk technologie die op basis daarvan wordt ontworpen natuurlijk wel degelijk een toegevoegde waarde kan hebben. Maar als alle technologie vanuit dat soort perspectief gaat worden ontworpen, dan krijg je natuurlijk een soort wereld waarin alles fijn en makkelijk wordt. Ben ik alweer door mijn tijd heen? Ja. En ja, de vraag is natuurlijk of dat wenselijk is. Dan ga ik nu even klein een switch maken, want dan wil ik wel even natuurlijk de laatste hoofdstukje pakken. Ik moest op een gegeven moment heel erg aan deze uitspraak van Theodor Adorno denken, die ergens in de jaren 60 geloof ik schreef. De uitspraak is: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. De Nederlandse vertaling is dat er is geen goed leven mogelijk in de verkeerde omgeving. Dus als jouw omgeving heel erg ingericht is op bijvoorbeeld afleiding in dit geval, dan is aandacht daarin heel moeilijk te genereren. Maar hij vooral wilde aangeven dat de wereld waar we in staan, er zijn mensen die gesitueerd zijn in de wereld, dat die wereld wel ons de mogelijkheid moet geven om datgene te kunnen doen waar wij van denken dat het belangrijk is. En als die omgeving, in dit geval het onderwijs, helemaal gepenetreerd is door al die technologieën die overal aanwezig zijn, dan is dat onderwijs natuurlijk heel nog moeilijk om vorm te geven. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat er wel degelijk allerlei mogelijkheden zijn. Dus ik wil het laatste hoofdstuk even kort belichten naar een andere planeet. Om te kijken van wat ik tot nu toe in mijn onderzoek ben tegengekomen aan interessante mogelijkheden om die aandacht eigenlijk weer op een van die centraal te zetten. Want ik denk dat het onderwijs, dat aandacht eigenlijk het centrale aspect is van onderwijs, alle vormen van aandacht. En dat onderwijs zich daar ook in kan onderscheiden, omdat het nog steeds een fysieke plek is waar mensen heen komen. En waar je ook een bepaalde soort ecologie van aandacht zou kunnen creëren. Hier nog een interessante uitspraak. Een omgeving die altijd en overal toestaat dat we onze impulsen volgen, is niet zo, net zo beperkend voor onze groei als een altijd vijandige omgeving die ons irriteert en vernietigt. Een beetje in verlenging met de vorige uitspraak. John Dewey was een bekende Amerikaanse pedagoog. En wat dat betreft is voor mij aandacht eigenlijk radicale afleiding. Radicale afleiding, tijdelijk van alles waar je op dat moment mee bezig bent. Amerika heeft een leuke traditie, dat heet de Great Books traditie, waarin je eigenlijk gezamenlijk leest. Wat ik nu steeds meer doe met mijn studenten is als ik een kleine groep heb, soms heb ik er 200, dan kan dat niet. Maar dat we dan besluiten eigenlijk om in de les te gaan lezen. Want als ik vraag aan studenten om in hun eigen tijd te gaan lezen, dan wordt er bijna niet meer gelezen. Het is te moeilijk om in die wereld daarbuiten zich te concentreren. Dus toen dacht ik, dan besluit ik maar om in de klas een soort gezamenlijke aandacht eigenlijk te creëren. En dat werkt voor mij betreft heel goed. Kwartiertje kunnen het moeten lezen en dan heeft ook iedereen het gelezen. Dan kunnen we daarna ook echt hebben over de materie waar je het over wil hebben. Voor mij als theoriedocent is dat nou eenmaal gewoon toch wat heel belangrijk is. En dat zal niet elke vak zo zijn. Sommige vakken zijn veel fysieker en dan heb je misschien minder dat probleem. Maar je wil in ieder geval wel een soort ecologie van aandacht creëren. En de vraag is van, ja, hoe kan je dat nou doen? Nou, dan heb ik zal ze nu even snel onder elkaar zetten. Ik heb 5 dingen bedacht. Die ben ik tegengekomen, waarvan ik dacht dat zijn allerlei mogelijke opties. Ik denk dat je meerdere tegelijkertijd moet uitproberen. Maar de eerste is een digital detox, die kennen we denk ik allemaal, is gewoon even offline gaan. Ik denk dat het voor een bepaalde oudere generatie een stuk makkelijker is dan voor de huidige jonge generatie, die zo vervlochten zijn met die digitale wereld, dat echt offline gaan voor hun betekent ja, een soort van de helft van je leven op hol te zetten. Dus dat is. Maar er zijn wel degelijk dingen om mensen die ook wel echt geïnteresseerd zijn in momenten waarin dat kan. Uitbesteden van discipline is denk ik heel erg, ik ga even hierdoor, het zijn overigens allerlei camps in Amerika die heel populair zijn, waar kinderen 3 weken gewoon offline gaan. De device-free camps. Discipline uitbesteden, dat is denk ik waar we het net even kort over hadden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je besteedt discipline aan, je laat je disciplineren door een apparaat of door een docent of wat dan ook. En dat doe je juist vrijwillig omdat jij het nodig hebt en dat je daarbij gedijt.
Dit is een mooi voorbeeld van de OBA, misschien iemand daar bekend mee is. OBA heeft dergelijk iets ook bedacht. Een bibliothecaris bedacht, van die zag ook hoe studenten enorm worstelen ook zelfs in de bibliotheek om zich te concentreren. En die bedacht, ik ga een ruimte eigenlijk creëren waarin je alles inlevert van tevoren. En waarin je drie kwartier gefocust studeert, een kwartier pauze heeft en dan daarna, als je dat wil, nog een keer drie kwartier kan studeren. En er zit zelfs een surveillant daar met een belletje die jou in de gaten houdt af en toe, zodat je echt kan concentreren. Het klinkt misschien gek, maar het is heel succesvol en heel veel studenten hebben hier heel veel baat bij, want ze kunnen eindelijk echt eens. Dus ze concentreren elkaar ook. Hè. Je zit met elkaar, met z'n allen daar te concentreren. Je steekt elkaar ook aan in de concentratie, want dat is volgens mij ook in die zin een heel sociaal aspect. Dus de concentratie is niet alleen maar individueel aan gelegenheid. De omgeving concentreert je, die disciplineert jou om te concentreren. En ben ik echt bijna klaar. Er zit dus een idee in wat mij betreft van de logica van het natuurbeheer. Natuurbeheer is ook begonnen ooit met het idee van, het is een beetje een diepere filosofische idee erachter, is van, wij zijn heel moeilijk in onszelf als individuen om ons te disciplineren. We zijn zwakke wezens, we zijn niet heer en meester over onszelf. Ook al zouden we dat misschien wel willen en denken dat we dat zijn. En daarom hebben we bedacht van, dan moeten we ook, als we zeggen van, er zijn bepaalde gebieden in de wereld die we willen beheren, die we willen zorgen dat we daar niet als individuen allemaal doen wat we op dat moment zin in hebben, dan moeten we misschien ook een soort collectieve begrenzing hebben. We moeten elkaar soms begrenzen. Dat kan een kleinere omgeving zijn, maar ook een grotere zijn, omgeving zijn. Om daarmee juist hetgene te bereiken wat we individueel ook zouden willen bereiken. Ja, en dan heb je die ethiek van ontwerpers. Denk ik, dit was het wat jou ook aangaf, een klok waar je ook ziet hoe lang je eigenlijk überhaupt op Facebook hebt gezeten op de dag. Waarin je dan op een subtiele manier wordt aan herinnerd wat jouw gedrag eigenlijk is. Het is echt onderdeel van die slow technology movement die ik zelf ook wel interessant vind. Die heel erg juist veel meer op reflectie gaat zitten en op aandacht. En dat ook vanuit die principes gaat ontwerpen. En dat levert toch interessante dingen op. Dit is bijvoorbeeld een spel waar je elke dag één zet moet doen. Dat is het. En je moet elke dag een dag over nadenken wat die zet gaat zijn voor de volgende dag. Het is maar een klein speel. Hè? Het is maar een soort van de verbeelding te prikkelen. Maar ik denk dat we daar langer mee bezig moeten staan dat we degelijk ook misschien dingen worden ontwikkeld. Voor het onderwijs in specifiek, want deze dingen zijn allemaal niet ontwikkeld voor het onderwijs. Ze zijn ontwikkeld eigenlijk voor de consumentenmarkt, voor eigenlijk alles en nog wat. Maar het lastige is soms dat we alles daar op dat ene ding moeten doen. Terwijl je zou willen misschien in de toekomst dat er ook misschien wel apparaten zijn die gewoon echt ook conform zijn met het idee van wat willen wij in dat onderwijs bereiken. Nou, ik denk dat ik daarmee misschien een eind moet gaan maken aan mijn verhaal. Ik wilde nog misschien even kijken. Dit als laatste nog zien, is dat ja, je kunt aandacht ook in die zin ook politiseren. Van, hè, in het verleden hebben we ook bewegingen gehad die bijvoorbeeld de anti-herriebeweging was. In de begin vorige eeuw in Amerika, die eigenlijk eenzelfde soort probleem, ander niveau, probeerde te politiseren door het ook iets te zeggen. Het is ook iets in publiek belang dat wij ook ruimtes, omgevingen, slow spots, stilte ruimtes, offline ruimtes hebben die ons juist in staat stellen om af en toe afstand te nemen van de wereld, zodat we ook in staat zijn om nog steeds ja, bepaalde dingen te kunnen aan te kunnen trekken, wat vind ik heel belangrijk is. Dus ik zou zeggen, is dit wat wij uiteindelijk willen? Ja, dat is trouwens een project van Google die overal de wereld wifi probeert te brengen. En zelfs op de Zuid- en Noordpool. De vraag is inderdaad, hoe belangrijk is dat? Ik dank jullie hartelijk.